Ja, 82 jaar geleden ben ik in Ouweneik geboren. En Ouweneik, dat is eigenlijk ook het begin van mijn zeik. En zo ben ik dus ook begonnen. Wie ik 10 jaar was, nee, wie ik 7 jaar was, zijn we naar mijn zeik gekomen. En zijn we op een bosrot gaan wonen. En iedereen weet dat door dat nieuwe Kruisere kerk verlaagd met zijn groentes. Dat was toen woorden nog niet geen groot warenhuis of niks. En we horen weten, zeet bekend. Ben ik getrouwd, 4 kinderen gehad en zo verder en zo verder. En in 85 ben ik dan met de harmonie begonnen. Dat is één, ik ben in veel zaken bezig geweest met de harmonie, heb ik toch de schoonste herinneringen aan. Ben ik ook het langste bijgebleven, 30 jaar. Dat zijn er weinigen die dat kunnen zeggen, denk ik. Wie ik in 85 bij de harmonie kwam, was dat nog in de stadsfeestzaal, midden van de maart. Er was nog zo'n ouderwetse stoof die dan het midden sting, die moest met bezoet gestoken worden. En als de wind verkeerd kwam, dan zaten we in de dam. En eigenlijk was dat dus niet zo het ideale. Op zeker moment zijn ze er neven beginnen te bouwen. En toen werd de stadsfeestzaal bouwvallig. En we moesten er vandaag tot morgen uit en dan zaten we op de straat. We zijn toen in scholen, in Ouweneiken, Zeilke. Overal hebben we toen gerepeteerd. Ik kan niet zeggen hoe, in het parochiecentrum. Alle weken moesten we ons slagwerk verhuizen om een repetitie kunnen te organiseren. En op een zeker moment zijn we dan in zaal van Eyck terechtgekomen. Voor een jaar mochten we daar gaan spelen van de oude burgemeester, Tjeu Zegers. En toen we de ene keer bezig waren, vonden we dat zo'n schone zaal, dat we dachten, godverdomme, kosten we maar heen blijven. En toen zijn we dat beginnen met de stad te spreken. We hebben een renteloze lening gehad. Ik heb mensen gevonden die met in het project wouden gewoon en die ons financieel gesteund hebben. En uiteindelijk hebben we dus in 1990 zelf een eik gekocht, is de eigendom geworden van Koninklijke Harmonie Concordia. Mijn sterkte was, alleen kent ze niks, is mensen vinden die in de geloven, die met zich willen werken, die ook achter zo'n project staan. En dat is me eigenlijk gelukt. We hebben de zaal heel verbouwd. Die was nog hellend, wie dat vroeger was met de cinema. We hebben de vloer plat moeten maken. We hebben daar de verwarming moeten vernieuwen. We hebben de nieuwe dak moeten opleggen. Dat is nu een trek. Dat is eigenlijk dus toch een 10-jaren plan geweest eer we dat klaar houden. Maar het is dus uiteindelijk gelukt. Met de muziek ging het ook beter. Men kon zal ons een concertje geven daar. Men kon zal ons met de jeugd opleiding geven. Men had wel goede contacten met de muziekschool. Die kwamen ook al eens naar de zaal toe. Eigenlijk hebben we toen muzikaal ook een geweldige boost gekregen. En dat muk, wie ik in 85 bij de harmonie kwam, op vraag van de toenmalige schepen van cultuur, Wil Jansen, en de Erik van de Weert, hij was daarbij, en Thijs Smits, die zijn mij toen komen opzoeken. En ik heb dat dan ook maar gedaan, niet voor hun, maar ook omdat ik dat graag zou doen.